Welkom bij Power of the Name, Reclaiming Our Identity. En vandaag gaan we het dus hebben over de naam, over naamswijziging, over het dragen van namen en wat er allemaal bij komt kijken. Want het heeft enorm veel aspecten, het heeft heel veel lagen, van juridisch tot spiritueel, mentaal en inderdaad ook vanuit familie. En ik hoorde de baby al zeggen ja. Dit gaat over de namen die we dragen en het gewicht dat het met zich meebrengt. Dit gaat verder dan het overdragen van namen. We kunnen niet altijd de boeken erop naslaan, maar tot aan een aantal generaties terug is de informatie opgeslagen in ons DNA. Want ook dat verdwijnt. Maar met de rest van het DNA, dat mengt dus als het ware. Dus je krijgt de helft van je vader, de helft van je moeder. Maar je krijgt ook de helft van je vader krijg je niet en de helft van je moeder krijg je niet. Dus door de tijd gaat het DNA verloren en dat is best wel een probleempje. Als je hier bij 10 generaties kijkt, dan is er ongeveer 50% kans dat je nul DNA van een voorouder hebt. Dus het is wel je voorouder. Als die persoon er niet was geweest, was u er ook niet geweest. Maar het DNA is verdwenen, dus genetisch gezien is dat niet meer terug te traceren. En bent u eigenlijk geen familie meer van elkaar, zou je kunnen zeggen. Vind ik wel interessant, want ik heb er zelf ook over nagedacht. Wat als ik nou een DNA-test doe om te kijken wat mijn lineage is of geschiedenis. Dus wat ik eruit heb geleerd is dat het niet helemaal betrouwbaar is. Maar door nieuwe technologie en hopelijk over een paar jaar kunnen we specifieker uitvinden waar we vandaan komen qua stam in plaats van land. Ja, eigenlijk kan ik nog best wel veel vertellen over namen. Mijn vader heeft dus 5 namen. Zijn eerste, zijn Engelse naam is Samuel, maar die heeft hij gekregen op de basisschool. Hij ging naar school met zijn broer en toen zei die docent van, oké, jullie heten Samuel, want we waren tweeling. Gewoon ont, school, schoolsysteem was Engels, ja. Koloniaal, bla bla. Okay. Zelfs als Nelson Mandela, toch? Achternaam, die voelen daar mogelijk wat bij en jij bepaalt dat jij hun naam niet meer wil hebben. Hmm. Wat betekent dat in de onderlinge relatie? Juist. En ook in jouw relatie tot broers, zussen, ooms, tantes enzovoort. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om dat gesprek wel te voeren. Ja. Omdat de emoties die jij ervaart bij die naam, zullen zij zelf ook hebben met misschien juist het omarmen van die naam. Hmm. En wat betekent dat dan? Ja. Stel, jouw ouders gaan daar niet in mee en jij wel. Ja. Wat dan? Ik zit nog steeds in het proces van, wil ik echt mijn namen die ik heb gekregen van mijn ouders verlaten? Of ga ik nu iets zelf creëren van wat meer over mij zegt, hoe ik nu in het leven sta en hoe ik mezelf over een aantal jaren graag wil zien? Als ik ergens last van had, ik zou maar wel zeggen, ik hoor een bepaalde stem die andere mensen om me heen niet kunnen horen. Nou, zou ik dat tegen mijn collega's vertellen? Dan zouden ze denken, nou, volgens mij moeten we toch even kijken of je niet een tabletje nodig hebt. Het zou ook kunnen dat ik een tabletje nodig heb, dat weet ik nog niet zeker. Maar zou ik datzelfde verhaal thuis delen, dan wordt er op een andere manier naar gekeken. Omdat het best normaal kan zijn in een bepaalde context. Je legt het echt al super, super mooi uit. En het fijne ook is als je dus op die andere manieren gaat kijken, dus het holistische en meer systemische. Ja. Dan hoeft het ook niet lineair. Het hoeft niet één rechte lijn te zijn. Want als je hier trekt, beweegt er daar wat. Als die wat zegt, gebeurt, die doet die nog wat. Dus alles is constant in beweging. Mm-hmm. Dat past voor mij veel meer bij hoe wij zijn als mensen. Mijn moeder heeft mij de naam Ingrid gegeven. Maar ik wil erbij doen, want ik roep me al 25 jaar, noem ik mezelf Aysa. En Aysa, ik ben naar Gambia geweest en in Gambia is het Aysa toe. En daar hebben ze me verteld, dat ben jij de eerste dochter. En ik ben inderdaad de eerste dochter. Maar toen ik de naam aannam, vond ik het alleen maar een mooie naam. En nu zit er ook een betekenis achter. Dus als ik die Aysa erbij kan, maar iedereen kent mij als Aysa. Dus dat wil ik graag doen. Dit gaat over de namen die we dragen en het gewicht dat het met zich meebrengt. Dit gaat verder dan het overdragen van namen. Hoe behoud ik de verbinding met mijn familie
als de naam verandert? Hoe ga ik om met de impact die het maakt op het familiesysteem? Want toen onze naam afgenomen werd, ging het deels ten koste van onze identiteit.